Je zal er maar last van hebben. Een laag brommend geluid dat continu aanwezig is en ervoor vluchten kan niet. Dirk van der Plas van de belangengroep Hooggevoelig voor Laagfrequent Geluid weet er alles van. Ik heb er sinds 3 jaar nu ongeveer last van. Zodanig dat ik ook haast geen ogen meer dicht doe. Ik heb iets van 2 tot 3 uur energie per dag nog maar over. En ben ook mijn baan verloren, want ik trek het niet meer. Niet iedereen hoort of voelt het geluid waarvan de plas last van heeft. Zo'n 2,5% van de mensen wel. De bromtoon wordt veroorzaakt door zware pompen, ventilatoren, windmolens en machines. De klachten die er van het gevolg zijn, kunnen heftig zijn. Als je continu bloot staat, hè, want we hebben het echt over 20, 24 uur per dag aan hele zware trillingen. Dat betekent dat het voor je organen heel slecht is. Dus mensen krijgen maag- en darmproblemen, mensen krijgen hartritmestoornissen. Maar mensen slapen ook niet meer. Hè. Als het ook dag en nacht doorgaat, dan doe je geen oog meer dicht. Uitputting, oververmoeidheid en daarnaast natuurlijk heel veel psychische stress. Want het is een vreselijk geluid, het is echt een marteling. En als dat gewoon continu doorgaat, ja, dan dat is vreselijk. Het bromgeluid is volgens Van der Plas tot soms wel 50 kilometer van de bron waar te nemen. Ontsnappen kan dus niet. Ook oordopjes werken niet omdat je de geluidstrillingen in je lichaam voelt. Volgens Van der Plas is er maar 1 oplossing. Het gaat er bij ons om dat de installaties geïsoleerd worden. Ik vergelijk het vaak met de wasmachine. Als je je wasmachine thuis neerzet, dan zet je die ook op rubberen pootjes, zodat hij niet gaat trillen. Je zet een waterpas en dan trilt hij niet meer. Daar is het heel erg mee te vergelijken. De belangengroep Hooggevoelig Laagfrequent Geluid organiseerde vandaag een symposium in Assen om meer aandacht te vragen voor het probleem.